Hey kijkers van Alba Place, leuk dat jullie er zijn. Welkom bij deze nieuwe video. Ik sta nu in een hoekje, want ik ga jullie deze aflevering alle vlaggen van alle landen laten zien. Ik heb ze net af en ik wou er meteen een video op maken. We gaan natuurlijk beginnen met onze lieve Centerpoint. Wacht. Eén moment, hè mensen. We gaan wel even op elke ding onze de landnaam zetten, dat jullie weten welk land welk is. Dit is Centerpoint, dit is trouwens het land waar ik zit in de roleplay en ook gewoon in zit in survival. Alle banners met het gouden blok erop trouwens, mensen, die ook eentje naar voren zijn geschoven, dat is eigenlijk de hoofdvlag die jullie het meest horen te zien. De andere twee vlaggen heb ik speciaal, of ja, op zijn minst de andere vlaggen van elk land heb ik gemaakt voor spelers die toch wel die nog een andere vlag kunnen gebruiken als die bijvoorbeeld deze niet past bij een build of weet ik veel wat, snap je? Dus bij sommige landen, bij alle landen heb ik sowieso wel minstens één extra vlag gegeven. Minstens twee zelfs. Dit is de hoofdvlag van Centerpoint, zoals je ziet. En het zijn de twee andere vlaggen, dus zwart met een witte schedel shit en zwart met een zwart-witte schedel shit. Die is wel moeilijk te zien, maar hij is er wel. Dan hebben we het tweede land. Dit is Colonia. Oké, ik weet het gewoon uit mijn hoofd. Dit is de hoofdvlag. Ja, ik vind het is een creeperhead geworden, omdat ik vind dat Colonia en de roleplay ook een gevaarlijk land gaat zijn, weet je. Vandaar de creeperhoofd, omdat ze ook zo pols zijn en meteen exploderen en ruzie zoeken. Zoals de eerste aflevering natuurlijk. Mocht je het niet gecheckt hebben, de roleplay, het noemt gewoon HVR. Je ziet het gewoon op mijn kanaal bij afspeellijst en dan roleplay. Maar ja, dan check je dat maar. En dit zijn de twee andere vlaggen van Colonia, zoals jullie al hebben gezien. En dat is gewoon wit met rode creeper gezicht en rood met witte creeper gezicht. Dan hebben we het volgende land. En deze heeft... Oh, flamme. Ik dacht dat we bij een ander land gingen geraken. Dit is Sandus. Sandus is nog niet in het verhaal geweest, zover ik weet. Een aflevering... Ja, dat ga ik niet spoilen. Hoe dan ook. Sandus heeft dit als hoofdvlag. Ik vind deze echt sick, heel eerlijk gezegd. Ik vind dit een van de sickste vlaggen van alle vlaggen die er zijn. Dit zijn de twee andere vlaggen die Sandus mensen kunnen gebruiken. Als ze deze niet fijn vinden bij een build of zo. Je mag ook deze gebruiken, jongens. Ja, dat. Er komt ook trouwens een regel op de survival van dat je alleen je landvlaggen mag gebruiken als banner om op te hangen en zo. Dus dat je niet andere banners mag gebruiken voor mijn provincie-banner is dit of zo. Weet je wat ik bedoel? Ja, dat. En dan, dit is de Sandus. Dat is de hoofdvlag. De volgende land is Tropia. En hier zit alleen dingen in. De Xbox One Gamer. Dit is de hoofdvlag van Tropia. Deze vond ik ook sick, joh. Toen ik die af had, vond ik deze echt sick. Tropia heeft maar drie provincies. En op de kaart... De kaart is nu al veranderd naar helemaal de kleur van het land. Met provincies ook. Maar dat boeit niet. Even niet. Jullie snappen er niks van, maar dat boeit niet. Dat is voor een andere keer. Je hebt groen, geel en rood gewoon als extra, van als je bijvoorbeeld dit niet wilt, ja, dan kan je deze ook gebruiken. Maar ik vind deze toch wel de sickste, maar deze kost ook meer tijd om te maken dan die andere drie. Dit is Tropia, dit is trouwens het enige land, dit is het land met de meeste vlagsoorten. De andere hebben allemaal drie, that's it. Deze is nog ook niet in de story gekomen. Die ging in de eerste aflevering komen, maar... ja, de Xbox One Gamer die kon niet, dus ik heb toen Colonia maar in het verhaal gegooid. Op naar het volgende land, en dat is... Deze kennen jullie niet, want deze heeft nog niet eens spelers. Het is het land genaamd Scar. Echt een heel coole naam, als je het mij vraagt. Scar is... Het lijkt wel op de vlag van Centerpoint, maar deze is met een andere logo. Met een Mojang logo, maar die Mojang logo gaat niet Mojang logo noemen in het verhaal. Dat gaat een andere naam krijgen. Maar dat is voor dan. Als Scar ooit in het verhaal komt, überhaupt. Dit zijn de twee andere vlaggen die mensen van Scar gaan mogen gebruiken. En ja, dat is. De volgende
Land heeft ook geen spelers. En het is, het had wel spelers trouwens. Het is, zijn de Noormannen. Het noemt Noormannen letterlijk, het land. Het land noemt Noormannen. Ja. Dit is de hoofdvlag. Ik vind deze vlag ook heel sick. Het is gewoon dit en die van Sandus vind ik heel sick. Noormannen heeft dit als twee extra vlagopties. Ik vind ze wel nice. En jongens, de volgende vlag die gaat komen, het volgende land, wordt het gekste land van heel de survival. Echt zo fucked up land wordt dat, ook in de roleplay. Holy shit, jongens. Oh, de hype is er, man. De hype is er. Het is... geprankt, oké. Ja, dat gaan we niet lezen. Ja. Oh ja, trouwens, jongens, het waren alle landen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zo niet. Dan hak ik je hoofd eraf. Oh, wow, joh, wat doe ik? Ik klik mijn Minecraft weg. Oké, zo. Als... Godnonde, stop eens met Minecraft weg te klikken. Ik word er gek van. Kijk, ik ga jullie heel even... heel het mikmak laten zien. Oké, dat was even... Ik heb het in de survival world gebouwd. Oh, help, niet cheaten. Shut up, man, mensen. Oké, dat heb ik vergeten weg te doen, meevoud. Hoe dan ook. Kijk, dat zijn alle vlaggen. Dus we hebben Centerpoint. We hebben Colonia. We hebben Sandus. Tropia. Scar. Noormannen. En de prank. Ja, de prank. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoor jullie bedankt voor het kijken. Hou jullie goed. Laters.